Voor mij is zij echt een jonge held. Al eigenlijk dat jaar dat ze geopereerd was, hoe ze daarmee om is gegaan, vond ik gewoon al... Ik stortte bijna in en zij zei, ja mama, mijn ziekte is weg en ik ga ervoor. Ja, dan is ze voor mij mijn held. Roxanne is vanaf eigenlijk haar geboorte ziek geweest vanwege haar darmklachten. Zij is ernstig ziek geworden. In 2013 heeft ze 2 zware darmoperaties gehad. Dat is een heel heftig gebeuren geweest, zowel voor haar als voor ons. Nadat ik ben geopereerd, ben ik voor mijn doen best wel heel gezond gaan leven, ook eten. En toen had ik het gevoel dat ik iets moest gaan doen. En dat was in dit geval hardlopen. Zij had een colitis ulcerosa en dat zijn chronische ontstekingen aan dikke darm. De ene keer is dat een stuk van de darm, maar Roxanne heeft van het begin tot het eind ontstekingen gehad die zo ernstig waren in 2013. Dat de diagnose werd gesteld om de hele dikke darm eruit te halen. Het geeft me heel veel rust. Vooral omdat als je een 40-urige werkweek hebt op kantoor, dan is het gewoon heel lekker om 's avonds en in je vrije tijd te kunnen lopen. Omdat soms op een rustig tempo, soms op een wat sneller tempo te gaan doen en blijven doen. Dus dat drijft me heel erg om ermee verder te gaan. Ik denk dat ik wel echt kan zeggen dat ik verslaafd ben aan hardlopen. Het is een gezonde sport. Ik voel me er gewoon heel goed bij. Ik vind het zeker heel spannend om de halve van Enschede te gaan lopen. Omdat het toch de eerste keer is dat je zo'n hele afstand gaat lopen. Mijn trainingen wel natuurlijk opgebouwd. Tot aan die 21 kilometer. Dus. Maar het blijft altijd die gezonde wedstrijdspanning van het moment zelf. Dat je hem toch echt gaat lopen met publiek erbij. En dat, ja, dat spoort natuurlijk nog meer aan om je best te doen en je tijd na te streven. Ik ben echt samen met haar vader. Vinden wij gewoon het super wat zij heeft gepresteerd de afgelopen jaren. Je ziet ook altijd bij haar als ze rent, zelfs toen ze in het ziekenhuis ligt, dat duimpje. Dat is echt Roxanne. Ja, tuurlijk gaat ze het halen. En wij staan aan de finish weer haar trots op te wachten. Mijn verwachte eindtijd is op dit moment 2 uur en 12 minuten. Maar ik hoop natuurlijk om een paar minuten er vanaf te snoepen.